Ben jij wel eens negatief? Of toxisch positief? Vandaag hebben we het over mindset. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellige podcast. Welkom, daar zijn we weer. We zijn er weer. Vorige week hadden we het over uh, onze break-ups. En mensen dachten dat we zelf gingen break-uppen. Ja, ja. Ah, vind ik dan het views wel een beetje tegenvallen als iedereen dat dacht, persoonlijk. <laughs> nee, we gaan nee, maar er waren wel mensen die daar uh, gechoqueerd over waren, maar we proberen die thumbnails zo leuk mogelijk in te steken, zodat je een beetje denkt mm -hmm. van, oh, ook voor nieuwe mensen, oh, dat is interessant. Ik ben wel ja. benieuwd. Ik denk als wij uit elkaar gaan, dat ik niet in een hartje ga knutselen. Nee, en dat we niet samen op een thumbnail gaan staan. Nee, wil een ik hartje, niet, niet denk Nee, denk ik. ik ook niet echt. Nee. nee. Maar goed, uh, hallo. Hoe is het met jou, meid? Dat heb je allemaal gedaan de afgelopen week. Ja, ik heb weer een zenuwslopende rijles gehad. Merkt je het? Ik heb hem gelijk geprobeerd de vragen echt eraan te koppelen. Wat heb je van de. Week ja, dat is echt goed, inderdaad. Dan kan ik eindelijk een beetje richting Top. op. Inderdaad. Wat heb je van de week gedaan, Maite? <laughs> zenuwslopende rijles. Ja. Verder, volgens mij wel oké. Okay. Een aantal dingen van het lijstje afgekruist waar ik zenuwachtig voor was. Zoals? We hadden een presentatie, maar daar hadden we volgens mij ook al besproken. Dat was uh, die week al, ja, 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 maar toch, ik uh, moet er nog steeds van bijkomen. Ja, we hebben niet besproken, trouwens. Nee? Nee, want het staat in de podcast die... Uh... Of hebben we dat wel besproken? Nou, nu weet ik niet meer. Hebben we dat besproken? Nou goed, er een aantal dingen ja. op het lijstje. En Christatie. ik was uh, zenuwachtig voor een presentatie, voor een rijles. En, um, oh ja, voor kies. maar dat was er ook al een uh, nou ja, hoop gedoe. Ja, eigenlijk en nu is al, de even je, agenda even leeg. Je komt zo. er ook altijd achter dat uh, alles waar je je druk om maakt, uiteindelijk niet zo heel erg... Nee, en ik was bezig inderdaad met zo'n dagboek invullen. Ja. Zo'n zes minuten dagboek. Ja, dat ja, ging zo geweldig goed, hè. Ja. Ik moest elke dag nadenken <laughs> wat is mijn goede daad van vandaag <laughs> Ze hebben letterlijk vijf dagen volgehouden En toen heb ik echt, ik moest elke keer aan jou vragen: heb ik een goede daad gepleegd vandaag? Ja. En um, wat is er? Oh, hij is weg. Ik zie geen puntje meer. Oh. <laughs> maar uh, uh, dat vond ik gewoon niet leuk dat ik zo hard moet nadenken over mijn eigen goede daden. Snap ik. Hoezo hoe eigenlijk? Ja, nee. dus dat betekent eigenlijk dat je niet zo veel goede daden doet. Ja, nou, dat weet je, dat, 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 dat is als zes minuten dagboeken, dan moet je drie minuten in de ochtend invullen. Wat je zit ja. te kijken en drie minuten in de avond. Je zit gewoon naar die trui achter je te kijken. Oh, okay. Ja, gewoon oogcontact houden, anders heb ik het idee dat je niet geïnteresseerd bent in me. ben ook niet geïnteresseerd, ik weet het allemaal. Nou, en zeggen. hoe gaat het met jou dan? <laughs> nee, en, en gisteren gebeurde er iets. Hoeven het niet helemaal uitgebreid erover hebben, want ik heb het ook gefilmd. Maar... Oh, de bank ja, die de kwam. Bank, ja. Oh ja, ja. Toen kwam we tot een chockerende ontdekking, toch? Ja, chockerende ontdekking. Ga je allemaal in de vlog uh, zien. Maar er waren heel veel mensen die pas gisteren in de video opvielen dat, dat onze achtergrond uh, in de woonkamer een andere kleur heeft. Mm. Dat is voor de bank. En mocht je daar benieuwd naar zijn, het kan zijn dat de vlog online staat, maar ik denk het niet. Of die komt nog online, dan zie je alles. Daar ja. leggen we ook alles in uit. Precies. Want uh, ik had weer even gevlogd, had ik even zin in om het eens een keer te nou, wat doen. Wat leuk zeg. Alleen hey. moet ik wel zeggen, ik ga niet mezelf meer toeleggen op één keer per week of één keer per maand of één keer per jaar. Gewoon, wanneer ik zin heb, film ik. Nou, Anders één keer per het. jaar is prima. Hoezo? Zo, ik kreeg opeens een zoom in mijn oor. De zoom? Ze zeggen dat je dat wel eens krijgt als je, als anderen over je aan het rollen zijn, toch? Dat zeiden ze vroeger. Is dat zo? Ja. Nou, dan weet je nu wie er over je aan het lullen is, toch? Nou, ik vind het fijn dat ik in iemands gedachten zit. Ook is al is fijn. het negatief. Ja, dat is waar Hé, hey, uh, voor de mensen die kijken, want ja, op Spotify zijn er best wel veel mensen bijgekomen. Dus misschien weten ze niet dat je ook kan kijken naar deze podcast. Dat kan op ook Vet gezellig. YouTube-kanaal. Ik heb een trui aan. En dit trui is met colorblokking en staat overprikkeltop. En voor de mensen die ons al lang volgen, weten dat dat een, uh, ja, onze, onze kledinglijn is. Onze slang is. Onze, onze slang, slang inderdaad. We zijn bezig met nieuwe designs, maar dit wat ik nu aan heb is helemaal custom made. We zijn uh, denk ik een half jaar geleden in contact gekomen met Jasmijn. Die had ons een bericht gestuurd. Of een keer, kon ze, ja, niet met samenwerk, maar of, we, of ze een keer konden helpen of zoiets was het volgens mij. Nou, daar is een uh, tof idee uitgekomen om namelijk uh, negen custom truien te maken. En die zijn af. We hebben ook nog tasjes. Uh, wat heel tof is bij Jasmijn, uh, is dat ze werken maakt op overprikkeling. Uh, oh ja, ze, ja, ja. ze heeft een uh, kunstwerk gemaakt met alle overprikkeling dingen. Ja, wat voor haar overprikkel overprikkeling is eigenlijk. Ja. Heel tof, heel kleurrijk, heel. Um, ja, heel verschillende uh, soorten uh, stoffen ja. en uh, materialen. is super creatief en uh, we dachten van nou het lijkt ons leuk om haar werk meer ogen te geven. Mm -hmm. uh, dus we hebben een samenwerking. Uh, en alle winst van deze truien. Ze staan nog niet online, maar ze komen binnenkort online. Ga naar het goede doel. Het ja. NVA, het Nederlands Vereniging voor Autisme. Ja, dat is volgens mij uh, autismefonds. Ja, oké, okay, maar goed. Het, het is onderdeel van het NVA, toch? Ja. ja, en dat vinden we wel leuk, omdat de overprikkeld collectie toch echt wel uh, ook um, gericht is op uh, autisme. Ja, natuurlijk, op heel breed. Ja, maar... ja, uiteindelijk is het heel breed, natuurlijk, maar uit de uh, oorsprong. Uh, Zit wel in het oorsprong dat jij vaak overprikkeld bent. Yeah. Dus, dus uh, dat is een woord dat ik vaak gebruik. Ja. Gebruik. Wat ik ook pas sinds ken, sinds ik jou ken. Dus, uh. <laughs> ja. Ja. Maar goed, ze heeft het helemaal custom gemaakt. En ik zit nog een beetje te twijfelen over de prijs. Want ik moet even kijken met kosten. En we willen natuurlijk wel een leuke winst eruit halen voor mm -hmm. uh, NVA. Ja. Dus ik denk dat ze rond de 80 euro gaan kosten. Per opbod, toch? Ja. Oh, per opbod zelfs. <laughs> maar wat het leuk is, ze zijn dus allemaal heel anders. De, ja. Je hebt geen andere trui de een trui is gewoon uniek punt ja en je hebt dus uh, met, met die kolderblokking inderdaad maar ze hebben ook met andere stofjes door doorheen gedaan het is echt heel leuk zie je nu achter je ja, trouwens achter je mijn concreet. hoofd zie je, je al een voorbeeld leuke stofjes ja binnenkort komt het online dus uh, mocht je dat interessant vinden vooral blijven volgen en de kwaliteit is trouwens precies dezelfde kwaliteit als dat we altijd bieden ja. uh, biologisch katoen, het zit lekker het voelt lekker mm -hmm. het is natuurlijk net, net iets anders omdat die blocking is dus je hebt wel van die naden hier ook zitten uh, maar voor de rest is het echt een geweldig ding. Ja, dus dat. Nou, nou ik heb gisteren heb ik met jou, denk ik, uh, uh, nou ja, niet overdreven, een uur lang uh, geklaagd over mijn Rijles. Ik denk anderhalf. <laughs> dat is, uh, nou, geklaagd. Ja, maar terwijl ik mezelf af en toe bezig hoorde, dacht ik van ja, dit is nou niet echt de juiste aanpak. Om het zo, um, ja, om mezelf nog zo meer onzeker te praten. Eigenlijk. Dus je wilt het hebben over Rijles? Nee, ik wil het eigenlijk hebben over uh, klagen. Klagen. Negatief praten. Negatief praten. Eigenlijk alles wat te maken heeft met pff, wat een scheid weer vandaag. Ah ja, het is wel scheid weer vandaag. Ja, het is wel echt rot weer. Ja, maar eigenlijk mindset dus. Ja, mindset misschien. Mm. Dat is het hè. Spiritual van je. Maar ben schat? jij iemand die van nature positief of negatief denkt? Nou ja, als je me een beetje kent, waar ik vandaan kom. Mm -mm dan uh, nee, dan is mijn eerste gedachte altijd negatief. Ja, is dat ook niet een beetje mens eigen überhaupt? Ja, ja dat, is, dat is in evolutie en in... Het is, een, het is een heel, niet evolutie, maar het is in, in basis een heel goed gegeven. Want doordat je negatief denkt, kan je ook eerder gevaar kennen waardoor je eerder overleeft. Dus het is in mm. principe is het makkelijker om naar negativiteit te gaan... want dat hoort ook bij ons in principe. Ja. Alleen, je kan je wel jezelf trainen door iets... Positief te gaan denken. Ik ga trouwens één ding doen. Ja? Ik merk dat ik die lamp heel vervelend in mijn oog vind, dus ga ik toch uitzetten. Dus eigenlijk is het voor ons makkelijker om negatief te denken dan positief. Het is alleen ja. een kunst om dat om te gaan draaien op een gegeven ja, moment. Ja, moet, je moet er wel echt bewust mee bezig zijn wil je dat om kunnen draaien, Ja, denk ik. En gisteren, als je kijkt naar hoe jij gisteren erbij zat, denk ik wel van ja, ik probeerde de hele tijd te zeggen van ja, maar het is niet erg, het is niet raar, mm -hmm. het is niet vervelend. Ja, het is wel vervelend, maar het is, het is logisch. Het is logisch ja, ja, dat je het ja, ja. nu nog niet ja. kan rijden zoals dat je zou willen kunnen rijden. Ja, dat is ook zo. Maar toch schiet het er soms bij in dat je denkt van, wat heb ik mezelf aan godsdank aangedaan met die rijlessen. Want hoe zitten jouw negatieve gedachten normaal in je leven erbij? Nou, weet je wat het is uh, eigenlijk met dat rijlessen is, dus ik denk dat ik heel veel dingen niet snap. Maar uh, ik heb mijn geen leven, als ik iets niet snap, snapte, en de rest leek het wel te snappen, heb ik het alles gehouden... omdat ik niet wilde opvallen. Dat en, je wel goed leek te snappen. Hm? Ja, ja, niet iedereen snapt alles. Uh, dat is soms ook maar een... Uh, ik, bij mij leek het ook alsof ik het dan snapte. Mm. Uh, dus ik snap ook dat... Ik snap, ik snap, ik snap. Snappen, snap, snap snap, snap, snap. Snip, snap, snap. Snip, snap, snap. Snip, snap, snap. Ja, dus dat niet iedereen... Uh, niet, niet, dat was niet van... Alle kinderen begrepen het en ik alleen niet. Dat, dat zal niet zo geweest zijn... Ja, jij, jij schudt je hoofd, je denkt <laughs> van jij bent een gek. Nee, nee, maar het, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk... ben mijn, le mijn leven dus gewend geraakt om uh, als ik iets niet begrijp, om het voor me te houden. Ja. Omdat ik dan denk van nou, het wordt me zo wel duidelijk, want ik ben de enige die het toch niet begrijpt. Dus uh, met rijlessen heb ik dan ook het idee van, oh ja, ik denk dat ik misschien uh, iemand ben die het gewoon niet gaat begrijpen. Ja. Hoe bepaalde dingen, wat je ziet in je spiegels, hoe het werkt. Uh, ja, waar, welke baan je moet pakken, dat soort dingen eigenlijk. Terwijl ik ook uh, echt wel weet, ergens ver weg gestopt, dat eigenlijk iedereen dit moet leren. Mm. Maar dat, dat ontschiet, dat ontgaat me dan even, en dan blijf ik vooral hangen in het idee van. Het gaat oh. me nooit lukken, misschien nou. moet ik stoppen. En ik ga... je Heb ik dit al... mezelf aangedaan? Ik hoorde je ook al zeggen van... ja, nou ja, ik ga het twee keer maar proberen hoor met de afrijden. En als het dan niet lukt, dan ga ik stoppen. Nee, dat vind ik echt vet duur namelijk. Ja, dat snap ik. Het is duur, maar ik bedoel meer van... als je aan iets begint, dan moet je het best niet afmaken. Maar ja, uiteindelijk ja, iedereen ja, ja. kan rijden. Ja, dat is ook zo. Alleen dan denk ik... bij mij is het vooral het gevoel van die spanning en zenuwen. Dan hoop ik gewoon dat dat minder gaat worden. Maar ik weet ook dat er genoeg mensen zijn die dit ervaren. Dus het is allemaal, het is zo'n strijd in mijn hoofd... dat ik eigenlijk wil ik een berg uh, onzin en klagen op je afsturen... zodat ik gerustgesteld kan worden. Maar eigenlijk wil ik ook gewoon klagen om het klagen. Ja, dat is ook niet erg, toch? En dan ja, soms dus je wel verklagen om klagen, toch? Ja, maar gisteren had ik niet het idee dat het was om klagen om klagen. Ik had gisteren nou, ik wilde het idee wel dat... Echt dat het... Wel klagen. Ja, maar ook omdat je wel angstig ook was. Maar ja, was en sowieso. ook wel bang bent dat je het misschien echt niet kan. Maar ik klaag ook vaak uit angst. Ja, maar ik had toch gisteren het idee dat het net iets anders lag als dat je normaal had. Maar net zeg je gaat. angst. Hm? Ik zeg ik ja, ik klaag om angst. Ja, je klaagt ook om angst. Dat is ook zo, dat snap ik ook. Maar dat het niet per se, dat het niet klaag om het klagen was gisteren. Dus dat je klaagt het angst dat je wel nodig oh. hebt. Want, dat ik, want anders zou ik gewoon achterover gaan leunen en je aanhoren... en niet gaan zeggen van ja, maar ja. het komt wel goed. Nee, ik dat ik denk dat zo. het in dat geval wel handig was dat ik zei van joh... Uh, ja. uh, dat heeft iedereen, want letterlijk iedereen heeft dit. Ja. ja. veel mensen hebben dit. Misschien niet iedereen, maar ik heel veel Ik weet dat mensen heel veel dit. mensen dit hebben, maar de meeste mensen die je spreekt zeggen... dat ze het met twee vingers in de neus gehaald hebben. Wie dan? Wie heeft dat ooit gezegd tegen je? Ja, nou nee, ja, genoeg. Je hoeft niet de namen te noemen, maar welke persoon Ik dan? weet dat toen ik voor het eerst ging rijlessen, dat mocht dan via... Uh, Waar ik werkte. En daar was een hoop gepocht van. Dat ze het allemaal wel... Uh... Nou, zeg je het heel goed. Gepocht. Mensen gaan uiteindelijk niet zeggen van... Ja, nee, dat was bij mij ook maar heel Maar er waren ook vooral. eigenlijk alleen maar mannen hè, die dat zeiden. Ja, precies. Want die willen stoer blijven doen. Ja. Ik zeg altijd van... Ja, het lukte me niet. Nee. Maar de meeste mannen doen alsof... En dan hoor je ze, hoor je ze dan zo, zo stil tegen zeggen... Ja, nou, bij mij lukt het ook niet helemaal. Weet je wel? Mensen ja. houden niet van om toe te geven dat dingen moeilijk is. Dat ze dingen moeten Moe leren. Zijn, ja. Ben ik trouwens ook pas later achter gekomen dat je dingen. Ik wil ook altijd gelijk. Dat is het probleem vaak ook bij jou en mij, denk ik ook. Is dat je het gelijk wil kunnen. Ja. En als je het dan niet kan, dan ga je mm. gelijk tegen jezelf zeggen van ja, zie je wel, jij kan het niet, terwijl iedereen het kan. Nou, maar heel veel dingen moet ik gewoon een soort van vooruitgang zien of zo. Je ziet ook vooruitgang. Ja, dat weet ik nou niet echt of ik vooruitgang zie. Hoezo niet? Nee, niet in spanningniveau. Nee, oké. Okay. Maar misschien zou je een val die sper kunnen proberen. Oh ja. Voor innemen, wat is Valisper die spur, eigenlijk? Ja, dat, dat is een, een, een relax, daar word je iets relaxer van volgens mij. Dat is een goeie, misschien kan ik ook, ook wel uh, gewoon een paar shortjes doen, toch? Dus Zodat dat ik uh... <laughs> ja, dat lijkt me heel goed. Ik denk dat ik dan heerlijk dan, dan je heerlijk aan het je rijden bent. Je... Ik denk dat je de keer je rijbewijs niet meer krijgt. <laughs> ja, dan ben je heerlijk aan het rijden, maar dan sta je waarschijnlijk stil, <laughs> doordat <dan laughs> door je er niet meer kan rijden. Nou, ik heb dus soms dat ik stilsta van een liggen... en dat ik dan nog rij in mijn hoofd. Dat is voet alsof je ja, aan het rijden bent. Ja, omdat je er nog mee bezig bent. Ja, omdat als je ik dan net zo klaar gespannen bent en, ben. en stil gaat liggen, dan heb je ook nog het gevoel dat je rijdt, omdat je ja, zo erg mee bezig is een bent. Raar gevoel? Maar dat gevoel gaat op een gegeven moment weg. Dat had ik met scooter ja. in het begin ook. Eerst ga ik dan heel erg over nadenken. En dan mm. ook als ik net weer sta, dan voel ik nog steeds dat ik net gereden heb en dat soort ja. dingen. Dat heb ik nu niet meer. Omdat mm. ik nu als normaal zie. Ja, ja. Ik hoop trouwens, ook ooit dat met autorijden te hebben. Maar, ja. maar daarin zie je wel dat mindset wel heel erg belangrijk is. Want of je gaat nu zeggen tegen jezelf: ja, zie je wel, kan het niet. Het lukt me niet. Uh, ja, misschien moet ik maar. Uh, uh, ik ga maar twee keer proberen. dan ga je alles. In het negatieve zetten, terwijl mm -hmm. uiteindelijk heb je daar echt geen reet aan. Je kan het net zo goed in het positieve zetten. Yeah. Daar heb je net zoveel aan. Ja, maar daar dat heb je is meer aan, zo. maar dan, da, dat is, is mm -hmm. misschien iets moeilijker. Maar dat is wel een, sli een slimmere manier om daar naar te kijken. Nee, maar het is wel zo. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook je, je onzekerheden bespreken. Maar ik werd gisteren een beetje gek van het woord maar, wat ik elke keer tussendoor gooide. Ik nou, kan dat me dat daar zo aan komt. irriteren. Ja, maar je was veel te veel bezig met jezelf, schat. Dan is het weer maar dit en maar dat. Ja, maar je was veel te veel bezig met wat je zegt. Dat maakt toch niet uit. Ik als ik het echt verveel. Ja, had maar, gevonden, maar ik vind soms herken ik bij mezelf dat ik gewoon smoesjes aan het verzinnen ben. Wat was je gisteren smoesjes aan het bedenken? Nou, dat ik ergens heus wel wist dat het niet dat ik niet uh, raar ben of dat ik de enige ben die dit niet kan. Nou, Laten we een test doen. Is Guilaine raar dat ze dit na tien lessen nog niet kan? <laughs> ja, maar dan zeg je me wat, hè? Maar ik heb elke keer in mijn hoofd, ja, zo zes jaar geleden heb ik er veertig gehad. Maar ja, dat, was ja, maar wel, dat is ja... zes jaar geleden. Ja, dus die man, die dat, zei niks. Dus. En deze man die zei ook tegen je: van ja, zes jaar geleden dan kan je net zo goed helemaal opnieuw beginnen. Want dat, is... dat zei hij inderdaad. Maar laatst zei hij wel: ja, uh, dan had ik wel moeten weten dat het een halve draai was. Dat moet je dan ineens wel weer weten. Ja, dus dat vond ik ook weer. Maar ja, die, die man was sowieso niet helemaal in zijn hum. Ja, uh, kan wel eens een keer natuurlijk gebeuren. Vertel even de situatie waarin je, wat je dus lastig vond. Want dat, misschien is dat wel helpend als, als andere mensen dit te horen en denken van uh, ja, maar dat had ik ja, ook okay, bij je. Okay, Oké, okay, ja, ik snap het wel. Het is les 10 plus 40, vijf jaar geleden. Nee, dat, hou eens op met die veertig. <laughs> ja, ik heb gewoon het idee. Het is les tien, punt. Nee, het is les tien. Oké, het is les tien. Uh, autist les tien? Autist les tien. Ja, en, ik heb dus wel een speciale autistenles. Het is een autist die in les tien zit. En is, dit was de situatie. go. <laughs> Oké, <Okay. laughs> op de snelweg raak ik gewoon, uh, uh, raak ik gewoon helemaal uh, uh, in de war. Van. En dan, nou ja, de vele banen die bij elkaar komen te invoegen, en dat is dan zo gespannen dat ik eigenlijk helemaal niet meer het idee op elkaar het leven ben. En dan mm. het moment dat we er vanaf rijden, dan ben ik er ook nog steeds niet. Dan kan ik, dan kijk ik nergens meer en niet om me heen. Dat is alleen maar een spanning. Maar ik weet dat dat wel iets is wat veel mensen ervaren. Hoor. Mm, maar maar, maar waar, ben waar ben je bang voor dat het uiteindelijk niet kan, wat niet, wat jou niet gaat lukken? Uh, dat ik dus zonder angst en zenuwen daar ga rijden. Want ik hoor zoveel mensen die zeggen... ja, die angst en zenuwen, die blijven wel. En dan denk ik, als dit is wat blijft... dan ga ik echt niet goede keuzes kunnen maken. Dat is niet de angst die je had. Want daar zei je gisteren niks over. De angst is dat je het niet kan zien. Ja, nou, dat ik het dan ook niet zie. Nee, dat is, dus, dat is dus het ding. Kijk, angst ga je ervaren. Angst blijf je ook houden de komende tijd. Want het is iets nieuws en je vindt het spannend. Dus angst is logisch. Ja. Alleen ga je het op een gegeven moment ook doorhebben... wat je wel moet doen. Dus dat je het wel ziet... Dat is de vraag. Hebben andere mensen het idee dat ze na het verloop van tijd. dat ze het wel beter begrijpen en beter kunnen inschatten? Want dat is waar jij fout loopt: is dat je het niet goed kan inschatten. Nee, ik kan wel met mijn hoofd zien dat ik iets kan. Nee, nee, inschatten op de, op de snelweg. Ja, dat kan ik. Huh? Maar je zei gisteren: Was dit het hele gesprek wat we hadden? Nee, dat je niet kan ik zien? kan het wel zien van, denk ik, denk dat ik kan. Uh, nou ja, voor 100% zekerheid. Uh, vaak wel. Maar het is zo'n spanning dat ik gewoon, het, het lukt niet. En maar denk, van, ik denk Durf het niet. niet. Dit zijn gisteren. Ik durf het gewoon niet. Ja, maar je, dit zijn gisteren niet. Gisteren hadden we een heel gesprek over dat je het lastig vindt om die banen, dat, dan, uh, bijvoorbeeld, uh, dat, je, dat je dan te laat ziet dat je bijvoorbeeld een bepaalde baan moet nemen. Ja, je, je, ook. Ja. Oké, okay, je hebt een, een deel bij Delft, als je bij de IKEA naar beneden gaat, dan, heb je, dan, dan rij je op één baan en op een gegeven moment worden het er vier banen. En twee banen gaan naar rechts en twee banen gaan, gaan naar links. Mm. En jij vond het lastig, waar moet ik nou gaan staan als ik naar links ga? Moet ik dan rechts, links of links, links? Nee, dat snap ik wel, dat zei ik wel. Ik moest alleen gewoon niet afremmen wanneer ik die baan. Nee, dus Nee, maar je kon dat die schakeling met de snelheid dat kon je niet maken. Oh ja, nee, ik heb het idee dat ik alles in slakken tempo moet doen mocht ik het goed kunnen nou, bekijken. Dan zijn we dat, dat is dat is het ding wat je dat dacht ook. dat je dat niet kon gaan leren. Ja, dat ik nee, dat ook dat ik niet snel kan schakelen, ja. ja. Omdat ik als autist ook gewoon wat langer de tijd nodig heb in mijn hoofd. Mm -hmm. Denk dan. En dan gaat het alles in rap rap tempo natuurlijk. Alle kanten is er wel. Het was nog ook, ook echt heel druk op de weg. Ja, het was ook gisteren heel druk. Regende dag, ja. hè. Ja. Maar ja. Ik zal het uiteindelijk wel leren hoor. Alleen uh, kijk, als je in je eentje rijdt, maakt het ook niet uit als je even verkeerde baan pakt. Maar hebben jullie tips? Ja, ik kan beter kijken naar het positieve. Ja, en dan wel het positieve. Dus we gaan niet zeggen van nee, ja, het is mij ook niet gelukt en ik kan... Dat mag op zich wel. Maar dat is niet helpend. Ja, maar is niet helpend. Nee, maar sommige mensen zijn echt niet geschikt. Maar ik nah, heb ook nog geen enkele jou. keer gehoord dat ik niet geschikt ben om te rijden. Nee, want anders zou hij ook wel meer ja. tegen je dingen zeggen. En hij zo. was aan schreeuwen tegen een ander en die, uh, die had al 40 lessen gehad. En dit is niet privé. Huh? Dit is niet privé. Ja, wat maakt dat nou uit? Oh, oké. Okay. Dus ik zeg toch al die, die namen niet? Wel zwaar. Ik zei ook geen namen. Nee, maar ja, jij zei <laughs> wat uh, informatie die ik eigenlijk helemaal niet mag uh... nou ja, goed. delen. Maar goed. Uh, maar daarin was het dus wel inderdaad heel veel negativiteit. Maar heb je het idee dat door dat gesprek wat we gisteren hadden gehad, dat het een beetje gedraaid is of niet? Um, nou, het blijft gewoon iets wat ik echt niet leuk vind. Ja, maar dat vond ik ook echt niet leuk in het begin. Ik vond die maar oké. Okay. Maar waarom? Kijk, nee, dan, goeie, dat vraag, is... goeie vraag. Ik heb een vraag voor je. Als de spanning weg zou zijn, hoe voel je je dan over, over, over het uitrijden? Zou je het dan minder vervelend vinden? Ja, als er geen spanning is, dan, dan kan ik meer mijn hersenen gebruiken in plaats van. Uh... Maar vind je het, het sturen, het gas geven en dat je naar een bepaalde plek toe rijdt, vind je dat leuk? Of vind je dat ergens wel iets, iets grappigs of iets leuks? Nou, ik vind het idee ervan leuk. Het idee dat je zelfstandig bent ja. en dat je ergens komt. Maar dan kan je toch het beste daar aan ja, gaan je focussen. Ja, ik moet gewoon van. focussen inderdaad. Ik ja. wil daarheen, want ik kan ja. dan die, die vrijheid... en ik, niet ja. van, het lukt me nu niet. Nee, dat het nu nog niet lukt, is logisch. En ik denk dat ook wel de motivatie gewoon... dat je het OV natuurlijk gewoon echt de laatste tijden zo verschrikkelijk druk geworden is um, en altijd, uh, altijd problemen zijn. Ja. Dat is ook motivatie genoeg, want ik weet... Kijk, tuurlijk is auto rijden duurder en dan kom je ook in file, file te staan. Maar je, je, je zit niet met een grote tas en een grote koffer... zit je in een, een stinkhok uh, met urine lucht in de trein. <laughs> en je zit dan wel in je eigen auto en je kunt gewoon meenemen wat je wil... want het ligt toch lekker op de achterbank. Ja, ik heb dus nooit zo problemen met het OV gehad, echt heel. Nou ja, ik ben nu 33 en ik heb heel mijn leven eigenlijk met OV gereisd. Uh, sinds dat ik zelfstandig ben. Dus niet als kind, want mijn ouders hadden een auto. Maar ik, zelfs, ik heb nu zoiets van ik vind dat het OV steeds slechter worden. Mm -hmm. Terwijl ze iedereen trouwens het OV in willen uh, trappen. Dus ja. dat gaat niet echt gebeuren op deze manier. Maar momenten. ik vind het ook doodzonde van je geld. Want je koopt een eerste klas ticket en je eindigt op een, uh, een krukje naast de wc. <laughs> ja, ik vind ja. het gewoon bizar. En We dan mag je nog hopen dat je kan ja. zitten ook. Ja. ja. En nou, dat is dus ook geen garantie voor een plek. Maar dit is weer negativiteit. Nee, we maar dat is, over, over... dat is goed. Dat is goed. Dat is goed dat je dat in je hoofd houdt van uh, daarom ben ik aan het rijlessen. Maar ben jij eerder een optimist of een pessimist? Ja, ik ben wel negatief. Ik kan over heel veel dingen wel te, tevreden zijn en positief, maar uh, um, op het geval op het gebied van angst en zo, dan kan ik best wel negatief zijn. Ja. Maar ja, dat, uh, daar hebben we er nog geen van, toch? Frik? Jij? Jij denkt ook altijd dat het vaak het ergste eraan, aan de hand is. Ja, maar vaak intern. Ja, maar dat is ook angst, hè? Dat is wel erg vaak. Hè. Ja, nee, met angst. Ik denk dat het met angst ook echt het een van de moeilijkste dingen is om dat positief, om dat positief te draaien mm -hmm. voor jezelf. Terwijl dat is wel een krachtig middel Want ik heb het ook vaker meegemaakt dat het ook werkt. En de laatste tijd probeer ik dat ook weer goed op te pakken. Mm -hmm. het is jammer dat het dat een beetje versloft. Is de negatieve gedachte. Het is goed dat ik het nu weer doe. Ja, precies. Sommige dingen moet je Wat omdraaien. Het je ja, het is soms zo zwaar. Maar dat is het hele ding. Heel veel dingen, uh, uh, heel veel boeken en heel veel mindset dingen komen allemaal op hetzelfde neer. Ja. Het is en allemaal dat, is... dat je probeert het, het, het negatieve naar het positieve te draaien. Ja. In elke situ welke situatie dan ook. Nou heb ik wel begrepen dat uh, vanuit non-dualisme. Dat uh, als je wat mindset, weet je, goede dingen op je afkomen, uh, wie goed denkt, wie goed ontmoet, uh, dat het wel zo is dat, dat naar de positieve dingen harder geluisterd worden dan naar de negatieve dingen. Harder geluisterd. Ja. Maar dat is juist niet... Dat is ja, juist... dat zeggen ze vanuit non-dualisme. Zodat ja. je slechte gedachten kunt hebben... maar dat die niet zo hard tellen als positieve gedachten. Maar non-dualisme gelooft ook dat je niks kan veranderen aan je leven. want nee, dat is allemaal, dat het allemaal beschreven is al inderdaad. Ja, dat, dat... dat je een rol speelt in je eigen ja, leven. Ja. ja, dat is wel een nare gedachte eigenlijk. Voor sommigen een hele geruststellende. Ja, zodat je er geen invloed op hebt. Maar ik geloof toch dat je er iets meer invloed op hebt... als dat ze in non-dualisme proberen te... Uh, ja, gek pondigen. eigenlijk dat ik daar drie jaar geleden zo overtuigd van was. Zo en nu weer, weer hele andere boeken zitten te nu lezen. Nu denk toch? ik weer van ja, dus ik weer hele andere dingen te lezen. Ja. Zo ga je je mee met alle winden. Ja, en waar kom je uiteindelijk uit als het maar positief is, toch? En dat is ook het hele ding. Kijk, je hebt ook wel mensen die zeggen ja, toxisch positief, dit, dat, zo, zo. Maar ik denk wel, als de wereld, als de wereld iets positiever zou zijn naar elkaar toe en dat soort dingen, dat hmm. toch wel zou helpen. Kijk, tuurlijk toxic-positief. Po je hebt natuurlijk ook weer een overdreven trap erin. Ja. Al vraag me af of er nou echt iets overdreven positiefs is. Ik weet het niet. Maar ik vind ook wel dat alle emoties er wel gewoon mogen zijn. Ja, ja zeker. Want soms is het van allemaal lachende foto's worden geliked. En ah. zodra je een huilen foto in de plaats is van wil je aandacht? Terwijl ik denk dat is ook gewoon het leven, toch? Ja, ik denk dat het wel goed is om... Ja, precies, op die manier. Ja, maar probeer dan niet met zo'n foto toch weer positieve reacties te krijgen? Nee, ik denk dat je gewoon geruststelling zoekt. Ja, dat, van, dat heb ik ook. En dat, uh, mm -hmm. ja, dat is, dat is waar. Of gewoon even laten weten van dat het allemaal niet zo. Uh... Maar wat is dan, waar, waar is dan positiviteit? En waar is dan toxisch positief? Wat is toxic positief? toxic positivity. Ik denk uh, dat je niet mag klagen. Geen, dat dat misschien heel erg gefocust op het niet voelen van negatieve dingen. Weet je, als jij bijvoorbeeld helemaal maar dat je het helemaal weg moet drukken ook echt. Nou, dat weet ik niet. Maar dat jij bijvoorbeeld net zo na zo'n rijles je helemaal kut voelt en dat je dan maar positieve dingen blijft zeggen tegen jezelf, um, dat is natuurlijk klinkt hartstikke goed. Maar je mag soms ook wel eens even verdriet hebben. Of boosheid voelen. Maar, uh, Misschien is toxic positivity. Dat je dat uh, een soort van weigert te voelen. Kan dat zo zijn? Ja, op die manier. Dus dat je het probeert weg te ja, of alles te positief. Ja. Ik vind dat lastig. Ik weet dat mijn uitgeverij een boek uit heeft gegeven over toxic positivity. Die was mm -hmm. toen naar me, naar me toe sturen. Toen dacht ik, ja, ik vind de titel echt totaal niet in, iets waar, waar ik geïnteresseerd in ben. Dat was de titel? Toxic, toxic positivity? Po toxische positiviteit of zoiets? Toxic positivity. Ik vind het ook wel een lastige term. Ik heb er eigenlijk helemaal niet in verdiept. Ik vind toxic sowieso een beetje een toxic woord. Ja, ik vind ook dat je toxic negativity hebt, toch? Toxic negativity. <s·lacht> negativity. <laughs> Waarom noemen we dat nou zo ook weer? <laughs> toxic negativity, Want we het zo raar vonden. Toxic uh, ja, positivity. Als we dachten van bestaat er zoiets? Maar als ja. je er goed over nadenkt, kun je alles natuurlijk altijd naar het positieve draaien. Maar soms zijn dingen ook gewoon even kut. Ja, maar, maar als je iets positiefs... Maar dat iets kut is en het dan uiteindelijk toch positief proberen te draaien... is dan toch wel weer goed. Ja, uiteindelijk. Maar je mag echt wel even huilen, kwaad zijn. Maar zeggen ze dat je dan Je vriend als... even slaan oh, mag, oh ja, op die manier. Ja, dan begrijp ik hem op zich wel. Dat je je vriend slaan? Nee, dat mag absoluut niet. Zeg jij nou? Ja, je mag absoluut nou? niet je vriend slaan. Zeg jij dat nou? Nee. Oh. <laughs> nee hoor, dat is echt... Uh, zijn geen geintjes die ik kan maken. Even een deur slaan. Even je kat fijn knijpen. Oh. Fijn knijpen? <laughs> nou ja op zich als je hem wat vetter uit zou als <laughs> je zou bij vreemd fijn zijn oh soms zie je en dan denk je zo je wilt soms je huisdier helemaal fijn knijpen want die zo schattig dat nee dat ziet. heb ik echt niet maar dat heb ik wel ja. dan hou ik hem zo vast ik, en dan denk ik van oh ik hem helemaal kapot willen knuffelen en dan hoor ik een paar van die ribbetjes. Breken, en dan, yeah! dan moet je hem losgooien ja, ja. ja. hey maar um, zou jij uh, zou, um, hoe probeer jij positiever te zijn Um, door het woord maar te vermijden. Maar? Maar. Ik vind maar zo'n verschrikkelijk woord. Maar, maar dat lukt niet zo goed. Dat lukt niet zo goed. Oh, ik vind maar echt als iemand zegt: als je, als je iemand probeert te helpen en elke zin komt met maar. Ja, oh, ja, zo. Oh, daar kan ik ook zo vermoeid van raken. Denk, ja, wil je, wat wil je nou? Maar ik ga maar ze zeggen, ja, het is ook allemaal kut. Ik moet wel zeggen dat dat doen van veel mensen hoor, maar je ja. doet zelf ook. Mm. Maar soms als je dan al let, dan denk ik, jeetje, je kan... Net zoals uh, we hadden een keer een mail gekregen van iemand uh, over ja. dat we naar dat wij stedentrips deden. Oh ja. En uh, diegene had tegen uh, ons gezegd, uh, of tegen mij gezegd vooral... dat het niet een, nee, dat het niet een um, uh, realistisch beeld is van iemand met autisme... want diegene kon het niet. Die kon geen stedentrips? Die toch? kon geen stedentrips maken. Toen dacht ik... ah, heb ik ooit gezegd dat dit een realistisch beeld is wat we laten zien? Dat is één. Uh, ja, het is een realistisch beeld. Ik ben toch een autist? Ja, nee, maar goed. Is dat iets waar, wat we claimen? We claimen toch niet een, een realistisch beeld? We, we claimen toch, dit is een realistisch dit, beeld van één autist... Niet zo boos doen. Ja, het is niet we dat ik we er wel agressief van van de gekke gedoe. Ja, ik vond dus waarom het, moet alles een realistisch beeld zijn? Ja, dat begreep ik dus ook niet. Want ik zat zo na te denken: ik denk, maar dit is, de, maar is toch letterlijk een autist. Dus hoezo is het geen realistisch beeld dat jij het niet kan? Wat ik trouwens wel al een negatief ding vind, want ik kan het niet. Je kan het wel, maar misschien op een andere manier. Mm -hmm. Dat vind ik logischer. Ja, het is niet alsof wij een trippen op de traditionele manier vaak doen, toch? Nee, precies. Uh, is dat zo? Ik rust wel veel. Hoe gaat eigenlijk een normale? Ja, dat is wel waar. Maar hoe gaat een normale stedentrip dan? Want de meeste mensen slepen geen camera mee. En, uh, nee, dat ding, is ook weer. Die, het, want dat, het dat, gaat sowieso niet traditioneel in nee, de ons. Nee, want mensen vergeten vaak wel dat die camera erbij is en dat het gewoon echt werk of wat ik. Maar bedoel. ik heb toch wel gemiddeld één uitbarsting per stedentrip. Dus dat is waar. Uh, dat, het gaat niet op de meest normale manier. Nee, ik moet echt bewust denken van als ik moe ben, kappen en even gaan. Uh, al, is, al slaap je even een uur in de, in de, in de middag. Mm. Ja, dat, maar dat, dat laat je toch niet zien. Je gaat er niet mee filmen. Terwijl nee, ik. Uh, dat is het hele ding. Want een uitbarsting heb. Nee, want. En we kunnen het wel zeggen, maar ja, dan wat heb je daar aan in principe niks toch want het gaat ja, om, want we hadden het in de laatste antwerpen zijn er dat ook wel toch dat op mijn ja maar was toen het was het een... een vlog en dat was niet echt kijk de video's oh, okay. die ik maak, die 48 uur video's ja. zijn echt om te laten zien hoe is die stad ja. en gaat het gaat niet echt per se om ons het nee, is wel dat wij het ontdekken maar het gaat niet om oh uh, we voelen dit bij een steden dat is toch vet ongemakkelijk dat je nog even nou, een lekkere donut gegeten en daarna uitbarstingsscène. ja ik kan hier hoor. Sowieso, als jij uh, uitwashing hebt, dan ga ik niet filmen, want dan. Uh, dan word zou ik ook wel... echt. Dus die ja, dus licht die weer... camera aan drie stukken denken. Nee, ik. maar dat vind ik ook echt belachelijk <laughs> om dan te gaan nadenken dat ik dan die camera dan aan zou zetten. Ik weet wel, die gedacht, het ergens, die gedachte heb ik dan wel. Dan <laughs> dan denk ik denk, oh, het is al goed om een keertje vast te leggen. Want je hebt het al gezegd dat je het wilde trouwens. Maar ik, ik weet gewoon op zo'n uh, moment. Nou, ik kan het... me niet uh, voorstellen ja, dat, ik dat ik dat zou ik, willen. Je hebt het een keer gezegd, voor die docu wilde je het uh, hebben. Maar wat je eigenlijk probeert te zeggen met die mail is, ik vind dat ook dat mensen al van tevoren zeggen, mij lukt dat niet. Ja. Omdat nou, ze dat, dan, dat is waar ik heen wilde, Terwijl het ja. op een hele aangepaste manier best zou kunnen. En, en natuurlijk zijn er dingen die sommige mensen dan gewoon niet aankunnen qua energieniveau. Dat snap ik en qua ook. Dat is ook of goed, maar uh, om te, gelijk te zeggen dat het niet realistisch beeld is, denk ik. Nee. Van... Maar je zou ook bijvoorbeeld als je een stedentrip trip hebt en het kan wel maar op een relaxte manier, bijvoorbeeld eerste klas reizen, dat je er geld voor hebt. Mm. Uh, dat je één dag lekker in een hotel blijft mm. en de andere dag de stad gaat verkennen. Als op die manier op een gegeven moment wel kan. Uh, ja, we ja, proberen het altijd, het altijd omwegen denk ik. proberen het altijd zo relaxed mogelijk te doen en, uh, mm. en, en wij zijn gewoon op korte momenten in een stad. En daarna zijn we weer even in het hotel of zijn we weer ja. omdat om je, je kan uitrusten. Ja, en soms ga je ook nog wel eens lekker alleen aan de town toch? Ja. Maar Met dat jij, is dan wat wel dan wat meer energie wat, hebt. Maak nog wat shotjes voor in de video. Ja. Maar kijk een, zo bijvoorbeeld zo'n zo zo 48 uur video is niet relaxed of zo. Nee, en dat, is, dat is ook niet per se de bedoeling om relaxed te zijn. Nee, het is niet van hier rusten we vanuit. Nee. Maar je... rust je überhaupt uit van dat soort dingen? Steden trips? mensen die zeggen van ik ben helemaal bijgekomen na drukke steden dat, dat, nee. dat, dat hoor je eigenlijk niet. Nee, maar dat is ook logisch, toch nee. nee Maar goed, dat, ik vind wel de berichten die we soms krijgen. En jij ook op ontprikkelen, vind ik altijd wel heel erg naar het negatieve neigen. ja Ik denk, het mag wel. Je, je, je praat jezelf. Ik heb dat zelf ook heel vaak gedaan. Je praat jezelf ook soms heel veel dingen zelf ja. aan. Nou ja, ik had laatst inderdaad ook een bericht van iemand die zei van uh, ging over Bianca Toeps of zo. Maar ik kan dat niet. Zij kan wel veel meer dan ik. Um, maar ja, Je kan dat ook is zeggen, veel ik kan dat meer. nog niet. Want als je dat boek goed leest, bijvoorbeeld van die Bianca, zie je dat ze ook best wel moeite heeft, maar dat ze het wel doet. Ja. Dus dat dus is het is verschil voor maken. Ja, 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 volgens mij is zij best wel daarin uh, dromen najagen type. Ja. En dat is misschien ook een soort type mens wat je dan bent. Dat je, ondanks alle tegenslagen dan toch misschien. Ja, het of is alle pad. moeilijkheden dan toch heel graag een droom wil najagen. Nou, het is een pad wat je kiest toch uiteindelijk. Wat, wat vind je het belangrijkste? En ik denk dat diegene misschien zelf ook wel bepaald soort dingen aangaat... maar die, die ze belangrijk vindt. En misschien wil, is het niet iemand die zelf naar Japan zou willen. Nee, maar dat, daar zeg je dan ook wat. Dat is natuurlijk ook een... Uh, dat is een heel specifieke droom, toch? Ja. Dat is niet voor iedereen... Nee, maar uh... ik bedoel meer van... Uh, mensen zouden het ook wat kunnen, meer, meer kunnen loskoppelen ervan. Dat, het gaat niet om dat... Diegene, wat diegene precies doet... je kan ook kijken van... Um, wat kan ik eigenlijk wel? In plaats van, ja. dit, van dat kan ik niet. Nee, je kijkt dan naar wat, ik, wat kan ik wel? Maar dat is ook goed voor jezelf zijn, vind ik. Dat veranderen van ik kan het niet... naar ik ga kijken of er een manier is... waar ik toch iets kan doen... wat, wat voor mij leuk, fijn, prettig. En dat is een hele switch, hè? Want ja. ik, ik zeg dat nu makkelijk... maar dat vind ik zelf ook nog steeds lastig. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat het, als je het probeert te trainen bij jezelf... het zal echt... je lichaam gaat eerst in weerstand. Want uiteindelijk is de negatieve gedachte altijd iets... Nou ja, in de non-dualisme waarschijnlijk harder. niet... maar in de meeste gevallen wel. <laughs> is eigenlijk het negatieve... Het is, is, het is, is makkelijker na te denken dan het positieve. Denk mm -hmm. maar aan uh, wat er afgelopen week gebeurde. Dus vaak gaat je hoofd eerder naar het negatieve dan het positieve. Maar het is net zo makkelijk om altijd het negatieve te denken... En, uh, of het een keer naar het positieve te gaan draaien... En het tegen jezelf te blijven zeggen, ook al is het niet positief, toch proberen te zeggen tegen jezelf van hoe kan ik hier toch iets positiefs uithalen voor mezelf. Ja. Uiteindelijk kost het wat werk, maar uiteindelijk op een lange termijn kost het minder werk als dat je de hele tijd het negatieve zit. Want mm -hmm. in een negatieve spiraal zit je ook, Ja, dan dus ga je op de bank zitten en doe je op een gegeven moment niks meer. Ja, vroeger had ik wel eens nare situaties en dan was het allemaal alleen maar negatief. En tegenwoordig kan ik ook wel denken van, dat is dan weer een ervaring die ik gehad heb en waar ik van heb kunnen leren. Ja. En veel lachen. Ja. En veel de humor proberen ja. te zien. Ja, ja. Want dingen zijn gewoon, het leven is gewoon eenmaal vallen en opstaan. En er zijn altijd momenten die niet leuk zijn. Dat mm -hmm. uh, weten wij uh, als geen ander, denk ik, allebei. Mm -hmm. uh, maar ja, het is maar net hoe je er uiteindelijk mee omgaat. Als ik, als ik vijf jaar geleden terugkijk. Had ik ook natuurlijk kunnen denken van ja, mijn leven is zo kut en waarom gebeurt het mij? En dat dacht ik ook wel. Mm. Maar ik dacht wel op een gegeven moment van mij, hoe ga ik hier afkomen? Want dat was wel de gelijk, mijn tweede idee. In eerste yeah. instantie dacht ik, zielige ik, zielige ik, zielige ik, ik zit hier, zielige ik. Maar ja. ik dacht ook, van ja, maar zo wil ik niet mijn leven leven. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Mm. Vinden we trouwens ook, nogmaals, het is makkelijk gezegd, weet ook nu soms ook nog steeds niet van hoe en wat. En... Yeah. Wat trouwens ook wel interessant leren, toch? vond. Ja, zeker. Wat ik ook nog als laatste nog even interessant vond, ik weet niet of dat hier helemaal bij past, maar wat ik wel interessant vond, is dat mensen... Ik had er van de week gezegd van die, dat die bank binnenkwam en dat ik dat wilde filmen. Toen kreeg ik een paar berichten van mensen wat lief bedoeld is, maar wat voor mij dat ik denk van, ja, maar ik, het is niet alsof ik niet nadenk over dit soort dingen. Ja, yeah. um, ja je moet... Uh, neem nou rust en uh, oh. doe dan nou niet uh, uh, anders zonde, dit, dat, zo, mm -hmm. zo. Maar ja, ik heb de afgelopen... Vijf, zes weken echt zoveel minder gedaan als dat ik normaal zou doen. Ja. Ik dacht van, nou, ik ga het weer eens kijken hoe het voelt om het te doen. Mm -hmm. Kijken of het me lukt. En ik had er aan verzinnen om het te doen. Maar je had toch ook weer bijgezet, ik beloof niks. Nee, ja, precies. Maar toch kreeg ik berichten van mensen van, ja, doe dat nou niet en dit en dat. Toen dacht ik, ja, maar dat is toch negatief. Als ik zelf zeg dat ik het wel weer kan, ja. maar ik beloof niks, ja. Dan, dan, ja. Ik ja. het wel dat ik dacht van, ja, waarom zou je dat dan sturen? Het is vriendelijk, het is ook wel lief mm -hmm. bedoeld. Maar het geeft mij is wel een soort van negatief gevoel. Van oh ja, heb ik het dan. Misschien, ben ik er dan oh, dan oh, misschien het moet ik het toen nog niet doen of zo weet je wel. Nee, precies. Maar dat is ook zelf aanvoelen uiteindelijk. Ja. Een ander kan alleen maar, uh, ja, ik denk misschien vanuit eigen ervaring spreken. Ja. Dus dan is het misschien snel, dat zou kunnen. Ja, en voor de mensen die natuurlijk die podcast hadden gezien, dat ik zei dat het niet zo goed ging. Dat, dat was al twee weken voordat het oh, gebeurde, ja, ja, ja. opgenomen. Dus ja. sowieso uh, zat ik al twee weken toen al. Rustig aan te doen. Uh, en nu is dat wel bijna anderhalf twee maanden geleden. Mm -hmm. En ik merk dat ik nu wel weer ook. Ik begin ook weer wat meer uh, zin in dingen te krijgen en weer ja. meer ideeën te krijgen. En dan merk ik, oh ja, dan gaat het wel weer beter met me. Mm -hmm. Er zijn nog steeds dingen waar ik aan werk, maar ja. over het algemeen gezien gaat het wel iets beter. Mm -hmm. Dus proberen we te kijken. Hebben, hebben we nog iets wat we willen kwijt willen? Het is mm. een onderwerp wat zo breed is, ...dat je nog steeds. Ja, het kan... is wel een heel breed onderwerp, inderdaad. Ja. Maar ja, ik had net nog wel iets, maar dat uh, nou, maakt niet, komt uit. niet meer omhoog, denk ik. Gaan we gewoon naar het snackje van de week. We hadden dus al een podcast opgenomen een week geleden, maar die vonden we allebei niet goed genoeg. Mm. Daarin hadden we het snackje van de week, hadden we eigenlijk, dat is eigenlijk wel negatief. Dat gaan we niet doen. Nee, ik wil niet iets negatiefs. Oh, geen negatieve snack. Nee, nee want het was een negatief snack. We gaan iets ja. positiefs doen. Ja. En dat is. Dat is, uh, oh, die kaasballen van Crisp. Kaasballen van Crisp. So. Ja, en jij had het al eens een keer eerder gegeten, maar voor mij was het uh, brand new. Ik had ze vegan wel eens op in Rotterdam. Die waren trouwens ook erg lekker hoor, moet ik zeggen. Oh. Dit is een zaakje in uh, Rotterdam bij Kralingen, in Rotterdam Oost. Zo, so. uh -huh. die waren erg lekker. Maar, dit zijn van die uh, Brazilia Braziliaanse kaasballen. En die moet je dan in uh, overdoen. En die worden een soort van hard van de buitenkant en zacht van de binnenkant. Nou, ja, die dingen zijn echt geweldig. Heerlijk, echt cheese puffs. sowieso. Die bestelling van Crisp. Ik kreeg ook een bericht eronder van het lijkt wel gesponsord. Als in dat je zo positief bent. Ze dus wisten dat het niet gesponsord was. Omdat ja, ik... dat het ja, dat is. Ja, dat ik, uh, ik. zou veel slimmer zijn om het dan te laten sponsoren. Maar ja, dit is gewoon mijn eerlijke mening. Dat is ook een beetje waar het kanaal voor staat. Toch proberen ja. zo eerlijk mogelijk te zijn over dingen. Ja, helaas mag je geen sluikerkraam maken, toch? Nee, dat ook inderdaad. Ik had het heel duidelijk aan moeten geven om mm -hmm. te zeggen dat het een samenwerking is. Ik heb toch echt zelf die 70 euro betaald. Trouwens niet, 55 euro, want ik had 15 euro korting via iemand. Ze geven soms zoveel korting. Ja, één keer hoor. Dan krijg je een maand ja, als je het eerst besteld 15 euro korting. Ja, is echt dus dat van was die binnenhalertjes. Ja. En, um, maar ja, die kaasballen en, en die uh, worstenbrookjes vond ik ook wel erg lekker. Ja, dat waren echt de twee fafjes uit die bestemming. Ja. Nou, tenminste, ik heb hey, die lasagne ook zo niet op. was ook echt... Ja, ja was... dat heb ik ook allemaal niet op oh, schat, Echt, eigenlijk gewoon heel die Crisp-aflevering was echt uh, geweldig. Toen zat ik in Vendervalk. hè, Vendervalk. Lekker uh, croissants met bacon aan het uiten. Zo, daar heb ik ook wel weer zin in. Die bacon is lekker bij Vendervalk. Dat is ook nog een snack van de week eigenlijk. Wij We moeten trouwens nog steeds een keer die ontbijtvideo maken. Ja, die ontbijt uh, hotelontbijtjes. Hotelontbijtje. Dat lijkt me zo leuk. Om, ja, niet om op te nemen, want dat lijkt me gewoon vet ongemakkelijk. <laughs> maar wel dat die er staat. De video erop. Ja, staat. dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk, maar niet het opnemen. <laughs> ja, ja nou, dat komt wel, jongen. Komt wel. Ja. Maar goed, dus uh, de kaasballen. Iemand vroeg van, maar waar zijn ze? Want die konden ze niet vinden. Oh. Maar misschien zijn ze er alweer. Nee, ze zijn, want iemand had nee, maar dat stel, zijn allemaal uh, van die producten die uh, verdwijnen, uh, toch? Tijdelijk. En dan, ja, dan hebben ze die dag niet. En dan hebben ze de volgende dag wel mm. weer alweer, of zo, volgens mij. Ja. Ja. Maar die kaasballen, echt serieus. Ga die video kijken, ze dus was echt fantastisch. Wat vind jij belangrijk binnen een liefdesrelatie? Dat je, nou... Ja, ik vind het dus heel leuk in een liefdesrelatie... als je gewoon lekker veel dingen samen doet. Yeah. Veel praat en veel dingen samen onderneemt. Uh, bij mij is het wel zo dat ik. Ik dacht al, ja, nee, ja, ik, ik heb het <laughs> altijd wel leuk gevonden, maar ik dacht op een gegeven moment dat het misschien niet de way to go is voor. Omdat ik dacht van ja, je moet ook je eigen leven hebben, want dat hoor je dan altijd. <laughs> ja, dat is echt zo hoor, omdat, omdat je het hoort. Uh, ja, gelukkig heb je vonden. eigen gedachten nog, toch? Ja, maar je gaat toch twijfelen van ja, heb ik het dan wel goed aangepakt. Maar ja, ik denk eigenlijk, uh, wij doen echt wel veel samen. En we vinden het ja. ook altijd leuk. Het is niet dat we ja, soms heb, nee, ja, nee eigenlijk heb ik altijd wel gezin om je weer te zien. Ja, ja ik, ik uh, vond het ook echt dodelijk saai toen je naar nou de volk was. Ja, ik vond het prima hoor, want ik, ik vermaak me wel en ik heb het echt prima gehad. Mm -hmm. Maar ik denk wel ja, en je vermaakt je wel als in wij kunnen allebei prima wel alleen zijn. Ja hoor. Alleen het is gewoon saai. Ja, ik vind het gewoon saai. Ja, niet dat ik, ja maar echt. Ik dacht nog eerst van, oh ja, zou ik me misschien een beetje gespannen raken. dat had ik in het begin een klein beetje. dacht ik, Oh ja. En toen mm -hmm. nog op een gegeven moment dacht ik: van nou, ik zit er eigenlijk wel lekker in. Maar toen ja. dacht ik wel van ja, ik heb eigenlijk nergens om tegenaan te praten. En vreemd. Dan kijk je alleen maar aan mijn glazige ogen aan. Zo van ja, oké, okay, nou. Geef me eten. <laughs> ja, we praten natuurlijk nogal graag. Ja, ja wel, zo, daarom is die podcast ook geweldig. Want in principe is dit wat we altijd doen. Mm -hmm. Doorpraten. En over heel veel dingen nog een keer praten, toch? Ja, het kan best zijn dat deze podcast op een gegeven moment gewoon een herhaling wordt van, uh, van dezelfde dingen. Omdat ja, dat we, maakt niet uit, toch? Omdat we altijd dingen honderd keer bespreken. Mag jij fouten maken voor jezelf? Hoe ga je ermee om wanneer je fouten maakt? Ja, dat is dus wat vind ik altijd wel een beetje lastig. Maar bij sommige dingen mag ik gewoon alleen maar fouten maken. Daar reken ik mezelf niet op aan. Als ik iets niet belangrijk vind. Maar uh, bij dingen waarvan ik, waar ik A, veel geld aan heb uitgegeven, of B, als het gaat om sociale dingen, dan vind ik het altijd heel lastig. Ja, sociale dingen, waarom dan? Ja, en sociaal gezien vind ik het altijd moeilijk om fout te maken, omdat ik me heel snel schaam voor dingen. Nee. Dus dan bijvoorbeeld als ik iets raars zeg tegen iemand, ga ik daar heel erg mee in mijn hoofd zitten. Ik denk van, jeetje, hey, waarom zeg ik dat nou? Maar ja, uh, dus dat eigenlijk. Um, maar ja, gezien, sociaal gezien, wanneer is iets een fout, is ook lastig. Yeah. Ik vind het vaak al fout als een ander niet goed reageert in mijn hoofd. Ja, want dan ga je iemand ook al helemaal afmaken. Nee, bent... niet meer. Dat nou, was vroeger wel nee, echt. Je hebt nog steeds dat je er echt wat dingen over zegt hoor, schat. Nee. Ja. Vroeger was ik altijd. Vroeger van, nou... was je erger misschien, maar je doet het nog steeds. Vroeger kwam ik altijd thuis met mijn moeder en ik zeg: die is gek en die kan sport niet en wat is daar mis mee. En dan allemaal, omdat ik heel onzeker werd van de communicatie. <laughs> uh, <laughs> dus... Omdat je zelf het niet Omdat <laughs> ja. ik zelf het niet begreep. En uh, ja, nu probeer ik echt wel iemand nog drie, minimaal drie keer de kans te geven, hè. Ja, nee, dat wel, maar je zegt het wel. Ja, ik spreek wel snel vermoedens uit, omdat ik gewoon mijn intuïtie is gewoon heel goed. Ja, dat is echt zo. Ja. <laughs> ja dat is wel goed gepositief gedraaid ja, voor jezelf. Dat is mijn. echt zo, als ik denk: van nee, deze persoon die klopt niet helemaal, dan is meestal 19 keer is dat in orde. Omdat ik gewoon een heel grote radar heb voor uh, leugens en fantasieverhalen. Heb jij ook uh, iets te melden tegen ons? Doe dat vooral. <laughs> Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.